energy was heel leuk. Leuk, goede sfeer. Ja, het is gewoon veel minder stijfjes. Het is toch helemaal te gek. It's gonna be very unique. I'm quite sure about that. Club Night voor mij is eigenlijk een soort ja, samenkomst van muzici die het leuk vinden om ook misschien net iets anders dan puur klassiek te spelen. En ik denk voor de mensen die naar Club Night komen dat het voor hun ook een kans is om de muzici uit het orkest beter te leren kennen door ook andere muziekstromingen en stijlen. Unique, fresh, musically it's a sort of crossover between easily digestible music, but still we are keeping our repertoire and the basic core principles of what we are normally doing. It's a lot of fun. It's really also for us, it's a very different experience than playing in the orchestra in a normal concert. It's a special experience both for the public and both for us. En de combinatie tussen dat je wat nieuwe nummers hebt, maar aan de andere kant ook wel Satie, dat vond ik heel mooi. Toch ook wel klassiek, maar ook wel met iets meer funk. En het is gewoon een heel andere vibe. De mensen komen met een heel andere verwachting ook. Nobody has to have prior knowledge of pieces to be able to digest what is going on tonight. Ik bedoel, bij wijze van spreken staan wij met een biertje op het podium ook gewoon lekker muziek te maken. Iets wat totaal niet kan natuurlijk in het concertgebouw op het podium. Dus ja, het is heel casual en relaxed. And I must say, the rock feeling and being a pop band feeling is quite nice, I must say. Alles is er. Iedereen door elkaar heen. Ja, dat is leuk. Veel verschillende mensen. En het is gewoon spannend en het is gewoon gezellig en er mag een drankje bij. Muziek is emotie, dus het is, kom maar door hier. Ja. Ik zou het een keer proberen, ja.